De vorige aflevering zat propvol aapjes. En de aapjes zaten propvol. En al kwam team Kino Seebok vast te zitten, het was team Moeskok die een speler kwijtraakte. En allemaal omdat Ella, die lieve, lieve Ella, tegen mijn wensen inging en haar zwanenzang zong. Hé, hey, Smerem, Ella is weg. Ik schoot erop. Uit de kanon, van het eiland af. Dank je. Hoe dan ook, waar was ik? Oh, ja, er zijn nog 8 spelers over. Wie blijft hier en wie beleeft de kanonnenplezier? Kijk mee, gewoon hier. En nu, bij Toto Drama Pakietoeiland. Drama Pakietoeiland. Moeten die gigavoeten zo lawaai maken? Ik zat net midden in een heerlijke droom. Werd je soms uit een kanon geschoten omdat we door jou de opdracht hadden verloren? Want dat was mijn droom. Nee, ik werd door een klein volkje gedragen als een Egyptische koning. Volgens mij zijn je onderdanen nog bij je. Mira! Vies ongedierte! Eeuw, walgelijk! Help je! Verschoon mijn bed! Waar is die luie bijt? Help je! Hij moet echt weg. Als mensen beseffen hoe dom hij is, dan weten ze dat ik zijn gadgets maak. Moe! Voel de hitte van mijn doodstraal! Mijn bed! De mieren hebben de vuur gemaakt! Sky, ben jij mijn jungle-koningin? Wat? Ik vroeg, wil je bessen zonder pitjes erin? Oh, dank je. Oké, ik flirt soms met Devia. En ik droom over hem. En ik heb vlinders in mijn buik als hij in de buurt is. Maar dat betekent niet dat ik verliefd op hem ben. Dat kan niet. Ik ben hier niet voor de romantiek. Dat snapt hij. Sky doet raar. En ik ben heus niet gek. Ik snap het wel. Dat komt omdat ik er nog niet gezoend heb. Maar ik wil dat onze eerste kus perfect is. Die twee tortelduifjes zijn maar één ding van plan. Een verbond. We moeten ze zien te scheiden. Anders is het einde verhaal voor één van ons. Ik denk voor jou. Of we kunnen ons eigen kleine verbondje sluiten. Er is geen aardige manier om dit te zeggen. Ik laat me nog liever opeten door een zombie! Er zit iets op je wang daar. Nee, kom. Laat mij maar. Laat mij maar! Aantekening, kus nooit Sky's linkerwang. Geen kleffe tortelige verbondjes zolang ik in de buurt ben. Ik ben eigenlijk het tegenovergestelde van een van die oude koppelaarsters. Wat dat dan ook mag zijn. Ik denk een eenhoorn of zo. Nou, ik heb geen honger meer. Dus ik mag deze wel opeten dan? Alle kandidaten, het is tijd voor een rollenspel. het kwartje zal zo wel vallen. Even opletten allemaal. De opdracht van vandaag is simpel. Simpel en dodelijk. Jullie gaan racen over het eiland in deze turbo-orbs. Elk team propt zich in één turbo-orb en rent als een hamster in een rat. Het eerste team aan de andere kant van het eiland wint immuniteit. Beide teams moeten hun vuisten dus ballen. Ga die orb in, Tover. Hé, niet aan mijn hand! Niet duwen! Ik duw niet! Ik schuif! Jasmine, hallo, zit je nog in je eigen tijdzone? Eigenlijk heb ik geen flauw idee of die voor ons ligt of achter ons, maar je snapt de grap. Oké, ik kruip gewoon lekker in die kleine, krappe, afgesloten bal zonder uitgang. Kom maar op. Zo mag ik het horen. Oké, dus ik ben misschien wat claustrofobisch. Het is triest als iemand zijn leven laat beheersen door één enkele irrationele angst. Het gaat goed. Ik heb alleen een klein dingetje met afgesloten ruimtes. Nou, Biggie. Aha. Weet je wat ook een afgesloten ruimte is? Een kanon.
Oké, dreigen helpt dus niet. Even positief zijn. Jess, ik wist niet dat je hier zo bang voor was. Maar nu ik het weet, besef ik dat deze opdracht veel moeilijker voor jou is dan wie dan ook. En dat is niet eerlijk. Jeff, gooi er erin! We kunnen niks zien zo. Oh nee. Oh. Jullie voelen misschien een lichte dreun. En 1, 2, go! Ik bedoel, hi. Cool! Door bijna doodervaringen willen meisjes altijd zoenen. Oh, ontbijt, busjes willen eruit. Als je alleen maar bessen eet, kot je eigenlijk gewoon jam. Kijk, we zitten in een diepe donkere grot. Hoe vind je die? Ha, foutje! Ik wil wel eens zien hoe Chris zich hieruit gaat redden. Wat zei je, Tover? Dus, de echte opdracht is om uit deze grot te ontsnappen. En waarom dan die nepopdracht? Als ik had gezegd dat ik jullie in een gigantische bal wilde proppen om jullie van een grote hoogte in een grot te donderen, dan waren jullie gaan zeuren en zeiken. Dit was makkelijker. Klopt. We gaan door. Er zijn 2 tassen met materiaal ergens achter jullie. Eens kijken. Touw. Klimmateriaal, nachtkijkers. Ach, nutteloos! Kattegint, een Beardo Beatbox CD, een pakje sojasaus? Dit meen je toch niet? De ene tas is misschien handiger dan de andere. Nou, als je rondkijkt, dan zie je allerlei tunnels. Ze gaan allemaal naar dezelfde uitgang aan de oppervlakte waar de finish op jullie wacht, maar de ene tunnel is veiliger of sneller dan de andere. Het eerste team dat over de finish komt, wint. En nog één ding. Volgens een volkslegende heeft niemand deze grot ooit levend verlaten. Maar ach, ik dacht dat die val jullie zou breken. Dus, dat hebben jullie mooi overleefd. De opdracht begint nu. Dus, het gaat erom dat we de goede tunnel kiezen om de snelste te zijn. Snel zijn is verstandig. Deze grot lijkt me bouwtechnisch instabiel. Weg! Ik wil hier weg! Misschien is op de muren slaan en staan schreeuwen niet zo'n goed idee. De grot stort in! Ja, nu wil je! Is er niet een wat ruimere uitgang? Het beter licht en misschien wat ramen? Mijn gezicht! Ik moet mijn mooie gezicht beschermen! Hulp je! Hierheen! Nee, hierheen, Max! Hierheen! Welke? Ik zie daglicht. Kom op. Dave, is alles goed? Nu wel, ja. Vleermuizen! Vies beest! Ik zoende! En het gekke was... dat beest leek er helemaal in mee te gaan. Wow, een kolonie glimslakken. Glimslakken? Het slechtste speelgoed ooit. Nu kunnen we tenminste wat zien. Daar lust ik wel pap van. Oh, sugar. Och, dat raakte echt de top van mijn balgmeter. Het zal best, loslipje. Wow, zien jullie dat ook? Wow, moet je zien. Tjoek, tjoek, ik ben een bus. Het zal wel. Ik zie helemaal niks. Ik zie niks. Hier, een nachtkijker. Ze werken prima. Oh, top. Nu zie ik hoe krap deze grot is. Hé, hey, waar zijn Scarlett en Max? Oh, nee. Geen paniek. Alles is vast oké. Wat? Nee, ik heb geen bereik hier beneden. Ik verwacht een telefoontje. Hé, hey. Blijf er even bij. Als ons team verliest, stemmen Max en Scarlett sowieso één van ons weg. Die twee zijn praktisch getrouwd. Loop jij maar voor me uit. Misschien liggen er booby traps. Deze grot is raar. Misschien vindt de grot jou wel raar. Die stalactieten horen daar niet. En waar horen ze dan wel? Op de Noordpool? Ik zie gewoon geen bewijs voor gemineraliseerde waterafzetting op de grond. Huh?
En dan vind je het vast ook gek dat er meerdere camera's hangen en er een grote monitor staat. Hey jongens, welkom in de Spike Zone. Ik zou maar stil doen, anders regent het zo'n stalactieten en worden jullie gespietst als kebabs. Bedankt voor de waarschuwing. Ik ben je zeer dankbaar. We zullen op onze teentjes lopen en... Sluipen is behoorlijk saai, dus hier is een krokodil. Onthoud, het complete team moet de finishlijn over. Dus, laat geen benen of handen achter. Oké? Dit is mijn kans om van Max af te komen. Als hij het niet redt, verliezen we en wordt hij eruit gestemd. Wacht! Waarom train je hem niet om je reptielen onderdaan te worden? Dat is echt een briljant idee. Jij daar, Poe! Hersenloos zoogdier, help je! Hij wil niet! Help je? Nou, het werd net spannend. Blijf kijken om te zien wie bedolven wordt en wie de toppen rijdt. Hier, bij Toto Drama Pakitu Island. Au, 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 au. Ah, dat is hemels. Eeuw, kroko-ingewanden zijn ranzig. Was die mechanisch? Hé, dan is de rest hier dat vast ook. Er wordt alles op afstand bediend. Als ik een transmitter in elkaar zet om een signaal uit te zenden, wie weet wat er dan gebeurt. Alles zit hier vast op dezelfde frequentie. Wacht, wat doe jij heel frequent? Mijn broer trok eens aan mijn haar, dus wekte ik zijn op afstand bestuurbare speelgoed tot leven en viel hem daarmee aan. Elke nacht, 6 jaar lang. Hij is nog steeds in therapie. Wat sta je toch te kletsen? Die kroko heeft me gebeten. Ik eis dat je het gif eruit zuigt. Kroko's zijn niet giftig. Doe wat ik zeg! Jasmine loopt verder, terwijl de grot dieper, zwarter en krapper wordt. Het kleinste geluid kan de grot doen instorten en zou elk bordje vermorselen. Ga je lekker? Ja hoor. Iemand moet toch presenteren nu Chris er niet is? Ik neem het wel over, Toof. Jullie staan nu bij de grote gok. Zelfs met nachtkijkers kun je de bodem hier niet zien. Dus neem de grote gok en spring er maar in. Het leidt je naar de uitgang. Of haaien. Ik weet het niet meer precies. Hoe dan ook. Er is geen enkele andere weg meer terug. Succes! Man, het lijkt wel een bodemloos zwart gat daar beneden. Wil jij eerst? Over nee. Er moet een andere weg zijn. Yes, in lucht. Al bijna flauw. Tover? Wist je dat het helemaal niet zo diep was? Wist ik niet. Laat me los. Wow. Welkom in de glansgrot. Dit robijnenravijn is het huis van een beer. Maar niet zomaar een beer. De blingbeer. Blingbeer? Geloof me, je wilt hem niet boos maken. Vervolg gewoon je weg zonder een steen te stelen, dan gebeurt er niks. Prima, het zal wel. Laten we gewoon gaan. En mislukt. Wow, dat ging snel. Zijn ze gek? Niemand heeft iets meegenomen. Ik denk dat Sugar er eentje opat, zodat alles wat ze zegt zou gaan glimmen. Glimmend. Wacht, het is gewoon Scuba Beer met rennen! Hey, zou dit ergens heen gaan? Oh. Laten we verder gaan in een nog kleinere, krabbere mini. Oké, ik moet stoppen met praten. Ha! Streepjes! Ik heb streepjes! 2 zelfs! Dit lijkt vast naar de uitgang. Nee. Het is de uitgang, Jasmine. Het is de uitgang. Ik voel me eerder verveeld dan duivels. Ben je nou al eens klaar? Klaar. Nu toets ik het universele teken voor liftdeuropeners. Vind je deze grot nog steeds normaal? Natuurlijk! Het is gewoon een oude doorgang van een vergeten volk. Met tapijt en achtergrondmuziek? Blijkbaar had dit volk smaak. En jij hebt dat stomme ding nu niet meer nodig. Nee!
Wie weet wat ik nog meer had kunnen besturen op het eiland met dat apparaat. Het is officieel. Ik haat Max. We moeten erin. Is dat veilig? Grotwater is wel schoon. Ja, toch? Bowlingbal! Hij volgt ons niet eens. Vreemd. Hij had zelfs een snorkel op en zo. Nou, je weet hoe erg beren het vinden om hun sieraden te verliezen. Ik ben dol op jouw grapjes. Ik wil de sfeer niet verpesten, maar liet jij een scheet? Nee! Het stinkt wel een beetje, ja. Laten we verder gaan. Een stroom! Die komt toch zeker van de oppervlakte? Laten we hem volgen. Het is zo modderig. Ik glij steeds uit. Blijf doorgaan. Ik zie daglicht. Oh, we zijn er, jongens! Het toilet! De uitgang was het toilet! Dus dat water en al die modder, dat was dus... Tim, gaat het? Nou, poepoe, jullie winnen dus nooit de paas en jacht op mijn boerderij. Zijn we al dood? Kom op, ik heb weer een streepje erbij. Dat zijn er 3. 4 streepjes, 5. Wat is er? Het goede nieuws, ik zie daglicht. Het slechte nieuws, ik weet van wie deze tunnel is. Ga terug! Die beesten bijten in je gezicht! Dat heb ik nodig! We gaan niet meer terug! Yep, ik ben ze echt kwijt. Pak jij even onze vluchttassen en valse paspoorten, Hector? Vrijheid! Hebben we gewonnen? Nee, dat is niet de goede uitgang. Maar ook niet de slechtste uitgang. Wat is die stank? We kwamen door het... Ja, wat jij dan verder? Nooit meer schoon. Bleh. Hoe hebben zij dat kunnen winnen? Ze hebben vast een snellere lift gevonden. Lift gevonden? Nou, niemand heeft gewonnen. Ik zei, het eerste team dat over de finish komt. En niemand heeft dat gedaan. Jullie hebben heel veel coole opdrachten gemist. We hebben niet eens genoeg materiaal voor een aflevering. Jullie zijn gedisqualificeerd. Deze hele aflevering is verpest. Ja! Geen eliminatie. Oh, nee. Er is heus wel een eliminatie. Zoals jullie zien, had ik een mooie prijs klaarstaan. Darwin's All You Can Eat Vlees Safari. Darwin's Vlees Safari? Ik heb ooit een tv-commercial voor ze gedaan. Ik was geweldig. Het ging ongeveer zo. Vanavond elimineren we dit dinertje, chef. Oh. Goed, ik wil iets belangrijks bespreken. Het is overduidelijk dat een bepaald koppel lekker op weg is naar Tortelstad. Ik denk dat we allemaal wel weten over wie dit gaat. Dit soort verliefde verbondjes zijn niet eerlijk voor de andere kandidaten. Het is bovendien een beetje gênant, dus daarom ga ik ze uit elkaar halen. Ik ben dol op Dave, als een vriend. Maar dit is beter zo en ik denk dat Dave dat ook vindt. Nee! Dus, zonder verder gedoe, is het einde verhaal voor Max en Scarlett. Wij? Hij? Ik? Nee, maar wij zijn niet... Dat scheelde weinig. Ik kan er niks aan doen. Ik heb 2 dingen waar vrouwen gek op zijn. Een duivels brein en een gevoel voor humor. Hun liefde was zo wonderschoon. Max, ga naar Team Moosequawk. Ik zou je willen bedanken, maar we weten hoe het zit. Ik ben gewoon beter dan jij. Oh, en om de teams gelijk te houden... Sky, jij gaat naar Team Kino Zeewok. Wauw, ik geloof dat ik moet gaan. Hé, dit verandert niks hoor. We kunnen toch nog steeds. Je zit op mijn plek. Op duvelen. We zitten tenminste wel op hetzelfde eiland. Dus ik maak nog een kans, ja toch? Ik zal Dave missen. Maar nu weet hij tenminste dat hij geen kans maakt. Goed, we hadden er 8 en het blijven er 8. Maar...
Ik beloof dat het kanon de volgende keer weer volop zal knallen. Hier, bij Toto, Drama, Bakito en...